betekent dat binnen 30 seconden het startlicht. Want daarmee vertrekt men tegenwoordig in zowel de motor als autosport. Het startlicht van rood naar groen zal gaan. En de coureurs zich gereed maken voor 18 ronden durende wedstrijd. Het is niet Hans Spaan die als eerste weg is. Het is Gramigni, de Italiaan, die van een tweede rij al wegsteppend naar de kop rijdt. Terwijl we kijken hoe lang die 18 ronden zijn. 108 en een beetje kilometers. Het hele veld tot nog toe zonder veel problemen. Terwijl daarna nog iemand oversteekt. En dat terwijl ik u net heb zitten zeggen dat dit een van de veiligste banen ter wereld is. Hoe is het mogelijk? Hoe kan Spaan doorstarten? Hoe kan Casanova meekomen? Want hier ligt een kans voor Hans Spaan om zijn tamelijk matige vijfde positie in de strijd om de titel ernstig op te vijzelen. En om in de buurt te komen van de West-Duitser Stefan Prein. De man met de fluoriserende gele helm en daardoor gemakkelijk te herkennen. En natuurlijk die Loris Capiros. Hij is 17 jaar oud. Hij rijdt met nummer 59 voor uw informatie. En zal zonder enige twijfel proberen om samen met de Spanjaard Jorge Martinez, ook wel Aspar genoemd onder nummer 55, het Hans Spaan zo moeilijk mogelijk te maken. Vooralsnog zien wij aan de kop rijden Alessandro Gramigni. Een man die zich tot nu toe op de 12e plaats wist te nestelen. Hij haalde maar 3 maal punten. En dit is Martinez, de man met 55. En die fluoriserende helm, terwijl er iemand over de curbstones heen gaat, zelfs helemaal in het gras komt. Voorlopig zien we Stefan Prein, die ook een slechte startpositie had. Hij moest vanaf de 4e rij beginnen. Zien we nog niet voorin. Nu is het koppen tellen in zo'n eerste ronde. Je moet wat ruimte krijgen. En de grote vraag is of ook hier, net als in de rest van het seizoen, er een afscheiding zal komen. Terwijl we op kop nu zien Doriano Romboni, de 20-jarige Italiaan die dit jaar zijn eerste Grand Prix zege op de Nürburgring haalde. We gaan zien of hier de topjongens bijkomen. In tweede positie nog Gramigni. En de aardigheid is dat er een heel klein gaatje geslagen is waar Martinez het tweede groepje aanvoert. En wij gaan kijken of wij ook ergens Spaan kunnen ontdekken. Martinez, hij won 3 maal, ging er 2 maal af dit jaar. En in Rijeka had hij een vastloper. Eerste maal passeren van de start-finish. Met Hans Spaan op een 11e plaats. En dat is heel teleurstellend. Het hoeft overigens nog helemaal niets te betekenen. Spaan, die blijkbaar heel moeilijk van de plaats gekomen is. Datzelfde geldt ook voor Julián Miralles. De Spanjaard uit Valencia die normaal gesproken met de kop mee kan strijden, maar duidelijk overmand is door pech van technische zaken. Want hij rijdt helemaal achter aan het veld, uiterst langzaam. Teleurstellend, die 11e plaats van Hans Spaan op dit moment. Dat zou kunnen wijzen op slechts een slechte start. En als hij nu de aansluiting kan vinden, dan kan hij langzaam maar zeker naar de kop toe rijden. Omdat Spaan in de trainingen bewees dat hij definitief over de snelste motorfiets beschikt. Nog steeds op kop, Romboni. Doriano Romboni. Een van de nieuwe sterren in de 125 kubieke centimeter. En daar kijken we achter op de rug van de Castricummer Hans Spaan. Spaan die alles moet proberen om de aansluiting met name bij die eerste 5 te houden. Romboni, Gramigni, Jorge Martinez, Casanova en Debia. En maar kan hopen dat Loris Capirossi dat tweede groepje aan blijft voeren. Zodat door hem het gat dichtgereden kan worden. Wat zwak wegkomen van Stefan Prein. De West-Duitser die tot verrassing van iedereen tot behoorlijke prestaties in staat bleek. En zelfs een Grand Prix wist te winnen. Voorlopig is het nog Romboni die op dit hele snelle circuit. Want Assen heeft zich met name door de verbreding genesteld in de categorie snelle circuits. Heel veel tegen de aanslag. Dat wil zeggen vol gas. Romboni, hij leidt. Spaan heeft natuurlijk de mogelijkheid om aan te klampen bij Stefan Prein. Die vlak voor hem zit, laten we zeggen, in dat tweede groepje. Achter het groepje wat aangevoerd wordt door Romboni. Daar ligt voor onze Castricummer, die al vanaf 1992
82 meedoet in dit métier. Toen nog in de 50 kubieke centimeter klasse. Daar ligt dus de kans. We zien Romboni, of Prijn hier op de ene laatste plaats van het groepje liggen. Hij heeft als het ware Spaan op sleeptouw. Maar er is toch ook een gaatje gevallen daar al naar, laten we zeggen, een derde groepje. Het gaat dus nog niet echt goed met onze Castricum. En dat terwijl hij zo'n perfecte trainingstijd neerzet. Nu is Spaan voorbij gegaan aan Stefan Prijn. En kan hij proberen aansluiting te zoeken bij het tweede groepje. Dat aangevoerd wordt door... Dat zien we zo gauw niet. Ik denk de man met nummer 37 door Gabriele Debbia. Op kop nog steeds Romboni. En het is natuurlijk heerlijk om op zo'n breed circuit voorop te zitten. En zelf je lijn uit te kunnen zetten. 3,8 seconden heeft Spaan inmiddels aan zijn broek. Dat is een achterstand die niet gering is. Als we ervan uitgaan dat hij maar 2/10 van een seconde maximaal sneller per ronde kan rijden dan de concurrentie. De concurrentie in dit geval in de vorm van Romboni, die ook een beetje afscheid lijkt te nemen van de tweede groep. Maar Spaan is erbij. Hij hangt aan die eerste groep en als je dat contact nou maar niet verliest, dan kun je in de slipstroom, het vacuüm wat ontstaat achter de motorfiets, mee. Daar wordt ook Jorge Martinez teruggewezen. Martinez die de vorige ronde probeerde om het Romboni moeilijk te maken, krijgt klappen en moet terug. En dat betekent dat Romboni voorsprong kan nemen. En dat is gevaarlijk. Daar is Spaan met startnummer 2. Achteraan in die groep hangt Stefan Prijn. Ook geen geweldige plaats. Want met name Spaan en Prijn kennen elkaar dermate goed dat ze samen een treintje vormend mogelijk naar de kop zouden kunnen rijden. Je rijdt met twee man nu eenmaal sneller dan in een hele groep waarin gevochten wordt. Als je met elkaar afspreekt om het elkaar niet moeilijk te maken. Met gezamenlijk doel het rijden naar Romboni toe. Romboni heeft inmiddels 17e van een seconde voorsprong op de tweede man. En dat is veel in deze kleine klasse. Maar voorlopig rijden er nog zo'n 12 rijders in die eerste groep. Daar is ook Loris Capirossi. Rijdt nu voor Hans Spaan. Ik zei het al, hij is pas 17 jaar oud. Een heel tenger klein mannetje die zelfs nog 7 kilo minder weegt dan Hans Spaan. En die is al zo licht als een veertje. Een absolute voorwaarde in deze kleine klasse. Immers 125 kubieke centimeter veroorzaakt natuurlijk niet erg veel pk's, althans relatief gezien. En dat betekent dat je ook met je eigen gewicht en je eigen fysieke gesteldheid kunt bijdragen aan hoge topsnelheden. Romboni, Martinez Casanova en Spaan die erbij is en een minder grote achterstand heeft dan mogelijk zou blijken. Dat zijn de eerste 6. In de laatste kolom de achterstand in seconden. Opvallend dat zo'n man als Capirossi, die 17-jarige jongeling die nog niet eens op de gewone weg mag, omdat je nou eenmaal op die leeftijd geen rijbewijs hebt, dat hij de eerste plaats in het algemeen klassement bezet zonder tot nu toe 1 WK-overwinning. Dat betekent dat het niet alleen verschrikkelijk hard gevochten wordt in deze klasse, maar dat je door regelmatig mee te rijden en er niet af te stappen, en dat deed Capirossi slechts, dat deed Capirossi helemaal niet, dat je daarmee die bovenste plaats kunt pakken. Hetzelfde geldt overigens voor Stefan Prijn, die slechts in Duitsland, dat is natuurlijk vervelend, bij de eigen Grand Prix, problemen kende. Ondertussen Romboni rustig doorgaat en kijk eens, hij heeft nu echt een gaatje geslagen. Maar we hebben nog veel ronden te gaan. En dit jaar hebben we in een aantal Grand Prix gezien dat het vaak weer goed komt, dat men weer bij elkaar komt. En zeker op een dag als vandaag. Iedereen komt graag in Assen. Het is een sleutelwedstrijd. 14 Grand Prix dit jaar. Dit is de 8e. Dus hier moet je je punten tellen. Waarna je dan daarna door mag naar België en naar Engeland. En de volgende uiteraard nog een aantal. Spanning te over. Maar ik moet zeggen, voor de eerste keer dat je in die groep een aantal gaten ziet. Met verschillen van 2/10 seconden. Terwijl we heel veel wedstrijden gehad hebben waar het echt aan elkaar zat. Kijk eens even, Romboni is gewoon weg. Heeft een voorsprong van een halve seconde. En dat is heel veel. Ja, het ziet er niet goed uit. Voor Hans Spaan in ieder geval. Want Doriano Romboni kan op zijn dode akkertje, maar ook dat moet je relatief zien, voorsprong nemen. Heeft geen enkele last van lieden die hem het leven moeilijk maken. Terwijl Hans Spaan midden in die vechtende groep zit.
Spaan weliswaar opgeklommen naar een vierde plaats. In de start van Aspar Martinez. Niet de slechtste om achter te hangen. Maar hij krijgt het toch moeilijk. Want als je in zo'n groep rijdt, dan moet je extra meters maken. Iedereen wil een plaatsje opschuiven. En wil je de aansluiting met Romboni vinden, dan zul je vrij baan moeten hebben. Nee, het ziet er op dit moment niet florisant uit voor Hans Spaan. Want hij gaat natuurlijk in Assen voor een overwinning. Spaan die heel veel nodig heeft, terwijl we hier kijken naar de stand op dit moment, heel veel punten nodig heeft om de aansluiting in de strijd om de titel te behalen. Immers, hij staat op een vijfde plaats met 54 punten, terwijl Loris Capirossi, zoals gezegd, nog geen wedstrijd gewonnen, wel met 83 punten op die eerste plaats staat. Er moet dus nogal wat gebeuren in de tweede helft van het Grand Prix seizoen. Romboni, hij kijkt achterom. Waar blijven de volgers en hoeveel ruimte? Hoe groot is het gat dat ik heb geslagen? Het gat dat Romboni geslagen heeft op Bruno Casanova is 1,5 seconde. En dat in deze kleine klasse. Spaan probeert voorbij Martinez, maar krijgt het dan moeilijk met Adi Stadler, die over wat meer topsnelheid beschikt. Spaan probeert dan buitenom, 3 man naast elkaar. Dat kost meters, dat kost energie. En Romboni kan zachtjes lachend een steeds grotere voorsprong nemen. Het gevecht gaat om de 2e, 3e, 4e en 5e plaats. En deze coureur doet niet meer mee. Hij is het eerste slachtoffer. Peter Uttel, man die er al eerder erg hard afviel. Eerder dit seizoen lange tijd geblesseerd was. Peter Uttel valt er ook in Assen af en is uit de race. U mist in het gezelschap de winnaar van vorig jaar, Krivilee. Hij schoof op naar de 250 kubieke centimeter klasse. En wie u ook mist, dat is Gianola. Man die jarenlang hier in de 125 meedeed. Maar zowel Carelli als Derby hebben de pijp aan Maarten gegeven. Zien er weinig in en zijn teruggestapt. Opvallend ook natuurlijk dat Cresini zich wel bij dit groepje bevindt. De wereldkampioen uit 85 en 87. Maar voorlopig moet hij voorrang verlenen aan dat 17-jarige vriendje Capirossi. Romboni nog steeds weg. Nu voorbij startfinish op een tweede plaats. De man met nummer 11, Adi Stadler. Een kleine verandering dus. En Hans Spaan, zover ik dat zo snel kon zien, nog steeds op een vierde plek achter Martinez, die de derde plaats bekleedt. Achterste man, al die tijd Stefan Prein. Wat betekent dat? Kijkt hij de kat uit de boom? Spaart hij zich? Het is niet helemaal duidelijk. Beetje vreemde weersgesteldheid. Ik denk dat u dat ook kunt zien. Op sommige plekken heel helder. Op andere plekken hangt echt een waas. 155 km per uur. 220. Ja, dat is inderdaad de snelste tijd die in deze klasse ooit op dit circuit in Assen is gerealiseerd. Voor Hans Spaan, dus dat zou iets kunnen betekenen. Dat zou kunnen betekenen dat hij in ieder geval over de snelste motorfiets beschikt. En dat hij van die oorspronkelijke 11e plaats nu langzaam maar zeker aan het opklimmen is. Maar toch heeft hij nogal wat moeite om, terwijl we kijken naar de voorsprong van Romboni op Hans Spaan, 2,265 van een seconde. Spaan heeft toch moeite om weg te komen uit die groep. Met name met startnummer 11, Adi Stadler. Stadler, die bekend staat als een vechter, die over een enorme topsnelheid beschikt. Maar nu moet hij toch inleveren, althans, dat hopen wij dan maar. Want Hans Spaan probeert binnendoor bij Stadler. Dat lukt hem. Spaan die inmiddels ook Aspar Martinez achter zich gelaten heeft. En zodoende een tweede plaats voor zich opeist. En dit is een belangrijk moment in de wedstrijd. Hans Spaan dus op een tweede plaats. En als hij nu die tweede plaats weet te behouden en zich kan concentreren op het dichtrijden van het gat op Romboni, dan zou hij best nog eens over de mogelijkheden kunnen beschikken om naar een eerste plaats te sturen. Maar dan zal hij niet te veel last tussen aanhalingstekens moeten hebben van de volgers onder leiding van Jorge Martinez, Adi Stadler, Bruno Casanova, Heinz Lüthi en Loris Capirossi. En dat zit er voorlopig nog even niet in, zo lijkt het. Maar hij zit natuurlijk lekker. Hij heeft vrij baan. Zo'n seconde of 2 voorsprong. Ruim zelfs voor Romboni. En Spaan die zich gesteund weet door dat fantastische publiek. Wat natuurlijk onder andere voor hem hier naartoe komt. Zij komt nu voor start-finish langs. En dan gaan hier alle programmaboekjes de lucht in. Want dat wordt natuurlijk gevierd op de tribunes. Ze zien zeg maar om de 2 minuten zo'n topkopgroep voorbij komen. En dat vinden de mensen erg mooi. Hij heeft de eerste aanval hier te verduren van Adi Stadler. Maar keurig houdt hij de deur dicht. Ik denk dat Spaan verstandig begonnen is.
Hij weet natuurlijk ook niet precies wat hij kan onder druk. Dat hij vanaf het begin van het seizoen, vanaf Gerez, toch een aantal blessures gehad heeft. En ja, je moet maar afwachten wanneer je merkt wat je kunt. En hij probeert het nu. Hij gaat langzamerhand probeert hij dichterbij te komen. Maar voorlopig ziet dat er niet naar uit. Het gat blijft even groot. Maar Spaan kent het circuit op zijn duimpje. Hoewel hij niet heeft mogen trainen op dit circuit. Hij is wel wezen kijken vorige week. Er zijn een aantal coureurs die hier wat hebben mogen doen. Maar voor Spaan was deze week de eerste dat hij er echt aan kon werken. Voorlopig kan hij het gaatje nog niet slaan. Maar dat is natuurlijk ook heel moeilijk met een man als de gewezen wereldkampioen Herreros in het kielzog. Martinez in het kielzog. Daar zien we de afstand. Die is toch weer iets groter geworden. 3-0-38. En een aanval via de binnenkant van de nummer 5. En dat is Fausto Cresini, de oude vos. Maar dat is natuurlijk Spaan ook met zijn 31 jaar. Ja, Spaan heeft een probleem. En niet een kleintje ook. Hans Spaan heeft een probleem. Met name ten aanzien van het vermogen van zijn Honda. Eerder dit seizoen had hij enorm veel topvermogen. En kreeg in de onderste lagen van zijn vermogensgebied niet voldoende paardenkrachten op het asfalt. Hij heeft heel vreselijk zijn best gedaan om te kijken of hij dat patroon kon veranderen. Zodat er ook in het middengebied, met name bij het uitaccelereren van de bochten, meer vermogen beschikbaar was. En nu zie je het tegenovergestelde gebeuren. Let u maar eens op hoe gemakkelijk de beide heren achter hem naar Spaan toerijden bij het aansnijden van de bochten. Zowel Adi Stadler als Jorge Martinez beschikken eenvoudigweg op de korte rechte stukken over meer topsnelheid. En kunnen hem daardoor iedere keer terughalen. En dat betekent dat Spaan niet weg kan lopen. En het omgekeerde gevolg daarvan is dat Romboni op zijn dode akkertje iedere keer weer meer voorsprong krijgt. Daar komt Stadler, daar komt Jorge Martinez. En ze rijden langzaam maar zeker die paar meter die Spaan in de korte stukken weet te verdienen. Die paar meter rijden ze dicht op die middellange ende. Nee, Romboni is weg. En er moet heel veel gebeuren. Wil deze Doriano Romboni niet op die fiets blijven zitten. En als hij op die fiets blijft, dan kan de zegen hem toch niet ontgaan. Want hij heeft de ruimte. Met nog 11 ronden te gaan is zijn voorsprong op Hans Spaan uitgelopen. Het is meer dan 3 seconden. En dat allemaal omdat Spaan het vreselijk moeilijk heeft met Adi Stadler en Jorge Martinez. Martinez die de machine heeft met de hoogste topsnelheid. En Stadler die in de wind meekomt. Spaan vecht een verbetergevecht om de tweede, derde en vierde plaats. En wordt zodoende duidelijk gehinderd om de aansluiting met Romboni te vinden. En dan kun je je achteraf afvragen of dat niet bij de start is geschied. Kijk eens wat een voorsprong Romboni heeft. Dat gebeurt als je alleen kan rijden. Als je je dan die volle 18 ronden kunt concentreren en de machine houdt het uit, dan ben je nauwelijks te kloppen. Want een gat van meer dan 3,5 seconden dichtrijden met een groep is bijna onmogelijk. Kijk eens, wat een eind. En daar dat gevecht tussen de mannen die vechten om de tweede, laat ik zeggen tot en met de 12e of de 13e plaats. Meer dan 4,3 seconden is de voorsprong van Romboni. Het ziet er niet goed uit voor Hans Spaan. Hij heeft het moeilijk. Hij werkt zich in het zweet. En dat niet om bij de kop te rijden, maar voornamelijk om de volgers van zich af te houden. Dat is dus een halve seconde erbij in 1 ronde. En die Romboni is natuurlijk een bewonderenswaardig mannetje. Aan het begin van het seizoen deed hij weinig. En vervolgens regelmatig in de prijzen. Waarbij dan die overwinning op de Nürburgring er niet afstappen. Kortom, een jonge Italiaan die wel weet waar hij mee bezig is. En die hier eigenlijk nauwelijks risico's hoeft te nemen. Want op kop rijdend pakt hij toch maar weer zo'n halve seconde in zo'n ronde. Spaan heeft hier wat in moeten leveren. Is voorbijgestreefd door dubbeltje Hesselucht op een vierde plek. Is voorbijgestreefd door Martinez en door Cragnini. Spaan die het afgelopen weekend in Zandvoort trainde. Waar overigens ook Wayne Gardner probeerde terug te komen in het 500 circuit. Ook na een blessure. En daar had hij de indruk dat hij de motorfiets weer beter onder controle kreeg. Maar vooralsnog ziet het er niet naar uit. Al mogen we natuurlijk niet vergeten dat als Spaan zich op deze positie handhaaft, dat hij in ieder geval weer op kan schuiven in het algemeen klassement. Naar een plaats waar hij natuurlijk eigenlijk thuis hoort. Rond de derde plek. Op dit moment staat hij dus vijfde.
Er is voor hem heel veel aan de hand vandaag. De verschillen van 54 punten die hij heeft naar 60 zijn te overbruggen als je dus echt iets presteert. Spaan heeft het dus hier laten lopen. De tweede plek is overgenomen door Cranini in het Kielzog, gevolgd door Adi Stadler, dan Hans Spaan. En Martinez heeft nu ook iets in moeten leveren. En dat is natuurlijk voor Hans Spaan weer gunstig. Maar we moeten ons wel realiseren, u ziet het, wat een springlevende klasse dit is. Vroeger heel vaak races waar iemand wegreed, zoals hier dan het geval is met Romboni. Maar daarachter gebeurde niks. En dat kunnen we deze rit niet zeggen. Er wordt in de tweede groep constant stuivertje gewisseld. En dan praten wij over verschillen, als je met 8 man rijdt, van hier te verdienen 17 punten of weg te komen met 8 of 9 punten. En dat is een groot verschil. Heeft hij de kop weer overgenomen van de tweede groep? Ja, Spaan vecht zich terug. Ligt nu weer voor Cranini. Daarachter Stadler. En Martinez is opgeschoven naar een 5e, 6e plek. Spaan heeft het niet makkelijk. De hele week was er druk op zijn schouders. Als er toch iemand zeker was van een overwinning in Assen, dan was het Hans Spaan wel, zo werd er geredeneerd. Met name vanwege de positieve resultaten van de tests op het circuit van Zandvoort. Daar wordt hij binnendoor geveegd door Gramigni. Gramigni die het gas heel lang open laat staan. En binnendoor schuift. Maar dat neemt niet weg dat een tweede, derde of vierde plaats in deze klasse natuurlijk ook fenomenaal is. Het gaat op wereldniveau. Let u wel, het zijn allemaal professionals, zelfs al zijn ze 17 jaar oud, die hun boterham verdienen met deze sport, of dit werk. Gramigni, Spaan, Adi Stadler die iets heeft moeten inleveren, terwijl Romboni de snelste rondetijd heeft neergezet. En dat geeft tegelijkertijd een klein beetje de verhoudingen weer. Romboni die rustig voorop kan rijden, die zich niet gehinderd weet door allerhande collega's die links en rechts binnendoor willen. En daar heeft Spaan aanmerkelijk meer last van. Nee, het vermogen speelt Hans Spaan toch weerparten. Zo goed als hij zijn machine aan de gang had voordat de eerste Grand Prix begon in Japan dit jaar, zo matig ging het de afgelopen 2 wedstrijden. Ik zei het al eerder, hij beschikt over bijzonder veel vermogen, maar in een verkeerd toerengebied. Want heel veel pk's is ook niet alles. Je moet ze op ieder moment, zeg maar bij iedere stand van de gashendel, kunnen aanspreken. Spaan naar de kop van het peloton. En kijk eens hoe gemakkelijk hij daar voorbij gereden wordt. Daar kun je niks aan doen. Straft die passeermanoeuvre dan ogenblikkelijk af. En dat is dan een van de voordelen die we tegelijkertijd voorgeschoteld krijgen van het nieuwe circuit van Assen. Want met name door de behoorlijke verbreding, Assen was altijd een smal asfaltlint, met name door de behoorlijke verbreding zijn er veel meer plaatsen gekomen waar gepasseerd kan worden. En dat is natuurlijk ten voordele van de kijker en het publiek. Immers met passeermanoeuvres ontstaan spannende wedstrijden. We volgen Hans Spaan. Klein en tenger, dat zijn al deze acteurs. En hoe lichter je bent, hoe belangrijker het is, met name in de kleinere klasse, dat gewicht hoeft de machine in ieder geval niet te trekken. Tot nu toe een zeer verrassende ontwikkeling met Romboni Cranini, die nu weer gepasseerd is door Hans Spaan. Op de eerste 3 plekken en daarachter Adi Stadler. Dat betekent dat de leiders in het algemeen klassement, Loris Capirossi en Stefan Prein, respectievelijk op een 9e en een 10e plaats rijdend, dus achterin dit groepje, dat die, als dat zo doorgaat, punten gaan inleveren. Hetgeen alleen maar zal betekenen dat het in de top van het klassement nog spannender zal worden. Maar ja, zover zal het natuurlijk nog niet zijn. Er zijn nog een flink aantal ronden te rijden. En de aanvallen komen. Die komen absoluut. Zoals die niet alleen hier steeds plaatsvinden op onze vriend Hans Spaan. Maar ook op de anderen die daarvoor zitten. Het is gewoon 1 gevecht. En ik moet zeggen, hij mag dan problemen hebben. Maar hij vecht formidabel, die Spaan. Kijk eens hoe die elke keer de deur weer afsluit voor Cranini. Die zo fel aandringt.
Hij wil hier een resultaat neerzetten voor zijn publiek. En natuurlijk voor de hele stal die zich dit jaar zo duidelijk manifesteert in het Grand Prix seizoen. Het gaat op het scherpst van de snede. Gramigni die zich graag wil bewijzen. En die er geen moeite mee heeft om dat ten koste van Hans Spaan te doen. Immers, zij hebben er niets mee te maken dat er toevallig in Assen gereden wordt. Spaan die hem heel lang open laat staan. Heel erg laat in de remmen knijpt. En het peloton mag blijven aanvoeren. Maar je kunt heel goed zien op een groot aantal plaatsen op het circuit hoe moeilijk Hans Spaan het is. Een formidabele stuurman. Beschikt voor het eerst dit jaar over het allerbeste materiaal dat de Honda-fabrieken in Japan hebben kunnen ontwikkelen. En dat allemaal dankzij de steun van teammanager Jan Huberts. Die het toch na veel zwoegen, zweten en bedelen voor elkaar kreeg om een compleet Nederlands fabrieksteam op de been te zetten. En dat is een absolute unieke act in de geschiedenis van de Nederlandse wegracesport. En gelukkig wordt hij beloond met resultaat. Spaan die de sterren van de hemel rijdt. En natuurlijk die Wilco Zeelenberg in de 250cc, de magier. Er zijn 7 ronden te gaan. Spaan waagt weer een poging. En wat is het verrassend om te moeten constateren dat Stefan Prijn niet kan meekomen met de kop van dat gevecht. Of misschien is dat kan wel wil. Immers, dit soort gevechten nemen niet alleen erg veel energie van de coureur, maar zorgen er ook voor dat de banden in, laat ik zeggen, onevenredigheid verslijten. Banden die zo'n grote waarde vormen bij het bedrijven van zowel de motorsport als de autosport. Banden die belangrijk zijn om het contact met het wegdek te houden, maar veel verder gaan. Die de structuur van de machine en de stijl van de coureur kunnen bepalen. En dat is ook de reden dat de bandenfabrikanten over een groot aantal verschillende rubbersamenstellingen kunnen beschikken. Die ontwikkelen in samenwerking met de coureurs, met name de fabriekscoureurs zoals Spaan en Zeelenberg. En zo komt het ook dat die fabriekscoureurs dan altijd een streepje voor hebben. Immers, zij beschikken altijd onder alle omstandigheden over de beste band voor de gelegenheid. Maar dit soort gevechten eisen natuurlijk nogal wat van de band. Spaan gaat weer weg. En in hoeverre moet je dat vertrek dan serieus nemen? Inmiddels heeft Romboni 6,5 seconde voorsprong. En is Spaan een seconde of 2 weg bij het groepje van de volgers. En ook langzaam maar zeker komt Stefan Prijn dichterbij. Terwijl Adi Stadler de kop van dat groepje heeft overgenomen. Hoezo nu dan wel, vraag je je af. De tijd zal het leren. Heel knap wat Hans Spaan hier doet, dat is duidelijk. Nu weggaan, dus kennelijk toch een beetje de boel afgekeken en gedacht, nu moest ik het maar eens proberen. Naar mijn gevoel alleen om zijn tweede plaats veilig te stellen. Want van een serieuze aanval op Romboni met zo'n grote voorsprong kan eigenlijk nauwelijks sprake zijn. Ik denk dat het verstandig is, weg zijn en laat ze daarachter maar uitvechten wie mijn plaats overneemt. En dat zien we dan hier. Nog steeds nummer 11 op de derde plek. Dat is dan Adi Stadler. Daarachter Martinez en Prime met de fluoriserende helm. Eindelijk 2 plekjes opgeklommen. Een hele goede stuurman. Ik kan me haast niet voorstellen dat hij daar zit omdat hij niet beter kan. Spaan is weg. Spaan probeert een gat te slaan tussen die volgers. En ietsje dichter bij Romboni te komen. Nogmaals, het levert niet meer punten op. Het gaat hier om die 17. En dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Wij zijn terug bij Romboni. Die, ik moet zeggen, in een zeer vloeiende stijl over de baan gaat. Als hij geen foutjes maakt, wordt hij op dit vernieuwde circuit de eerste winnaar in deze 60ste Dutch TT. Voor Spaan is het niet goed dat Stefan Prijn de aansluiting bij de kop van zeg maar die eerste groep krijgt. Want Spaan en Prijn bevinden zich bij de eerste 5 in de stand om de titel. Datzelfde geldt ook voor Jorge Martinez. Want voor Spaan is het geen ramp als Romboni wint. Dan krijgt hij 20 punten.
Spaan krijgt er 17 bij en dat schiet op. Want, nog even, Loris Capirossi leidt in de stand om de titel. Met 83 punten. Stefan Prijn op een tweede plaats met 80 punten. De Spanjaard Jorge Martinez met 60 op een derde. De Duitser Dirk Raudiès, die in dit verhaal absoluut niet voorkomt, op een vierde met 56 punten. En Hans Spaan dan met 54 punten op een vijfde plaats. Dus als Spaan die tweede plaats weet te behouden, dan levert die tweede plaats hem 17 punten op. En dan komt hij duidelijk dichter bij de leiders in de stand om de titel. Dus ongunstig is die plaats natuurlijk niet. Maar een wereldkampioenschap wordt doorgaans niet behaald met rekenen, maar voornamelijk met rijden en winnen. En dat is maar goed ook, want dat is de essentie van deze sport. Hoeveel kritiek was er immers niet in het verleden op bijvoorbeeld Eddie Lawson, de man in de 500 kubieke centimeter, die wereldkampioen werd zonder ooit één koers gewonnen te hebben. En datzelfde gold ook voor bijvoorbeeld Niki Lauda bij de auto's. Je moet wedstrijden winnen, daar gaat het om. Spaan bij de doorkomst, wanneer er nog 5 ronden te gaan zijn in deze eerste race bij de Titi van Assen, waar de lucht enigszins vertrekt. Terwijl er mogelijk gedurende deze middag nog sprake kan zijn van neerslag. Neerslag die bij motor- en autowedstrijden altijd per definitie chaos veroorzaakt. Niet altijd even aardig, maar soms toch wel leuk om te zien. Hans Spaan, tweede positie. Adi Stadler probeert die derde plaats te consolideren, maar moet zich verzetten tegen een hevig vechtende Jorge Martinez. Martinez die eigenlijk gewend is om altijd aan de leiding te rijden in dit soort koersen. Een Spanjaard met heel veel allure. En die de afgelopen 2 seizoenen vreselijk heeft moeten slikken. Toen bleek dat hij niet meer de gegarandeerde winnaar was voor wie men hem altijd had gehouden. Spaan. Casanova naar een derde plaats gekomen. Die slimme Bruno Casanova, die ook al de derde trainingstijd realiseerde, die enigszins rustig op het vinkentouw heeft gezeten. Maar Spaan lijkt zijn voorsprong op die tweede groep, waarin de derde plaats inmiddels is overgenomen door Adi Stadler, redelijk te kunnen consolideren. Spaan, dan Stadler, Bruno Casanova, Gramigni, Stefan Prijn en Jorge Martinez, die wat heeft moeten inleveren. Die ook op de rechte stukken in de problemen komt. Ook hij heeft de vermogensband van die hele kleine 125 kubieke centimeter machine toch niet helemaal onder controle. Ook deze klasse is dermate professioneel dat men hier experimenteert met chemicaliën in de brandstof, met bandenwarmers voor de start, met hele speciale versnellingsbak-overbrengingsverhoudingen die bepaald worden door personal computers die de heren monteurs en coureurs bij zich dragen. Ook deze klasse bestaat voor de volle 100% uit professionals. Ook deze machines kosten gewoon een halve ton. Toch een uitstekend gevecht tussen Bruno Casanova en Adi Stadler. En daarmee komen ze toch door dat gevecht iets los van de volgers en ietsje dichterbij Hans Spaan. Moet ik zeggen, daar moeten we eerlijk in zijn, wel een stijgende lijn vertoont. Hij heeft na zijn ongeluk, dat hij terugkwam, 2x4 punten gescoord. Dan tel je dus niet echt mee. En ook vorig jaar is in feite zijn victorie begonnen hier, waarna hij vervolgens de Grand Prix in België en Engeland pakte. Oostenrijk, Assen, toen België en toen Engeland. Dus wie weet is hij terug op de goede weg met deze mogelijke tweede plek. Goed voor die 17 punten en goed voor een hogere klassering. Casanova nog steeds in een gevecht met Adi Stadler om de derde en vierde plaats. Granini daarachter, Stefan Prijn komt iets dichterbij. En Martinez, die eigenlijk de functie van Alex Crivillé heeft overgenomen in het Cobas-team, daarachter. Kijk eens even, 2.20.14, weer een record gebroken. En ik denk dat er vandaag ook in de andere klassen heel wat gebroken zullen worden. En wie zich daar niks van aantrekt, je moet je dat toch voorstellen. U ziet het hier weer, een grotere voorsprong. Bijna 10 seconden. Wie zich daar niets van aantrekt, is deze coole kikker van 20 jaar. Wat is dat nou helemaal?
die wegrijdt, vanaf het begin wegblijft en zelfs niet de moeite neemt om te kijken, want hij weet dat hij uitstekend zit. Hij gaat beginnen aan zijn laatste rondes en als hij geen pech krijgt, kan hem natuurlijk bijzonder weinig overkomen. Hans Spaan nog steeds in tweede positie. Hans Spaan, die overigens niet de enige Nederlander is in de 125 kubieke centimeter klasse. Want Hans Koopman, wat minder op de voorgrond tredend, rijdt op dit moment toch in een schitterende 17e positie. En uitgaande van het feit dat ook die 125 kubieke centimeter klasse uit full professionals bestaat en er fabrieken een hele belangrijke rol spelen bij het over de meet brengen van deze machines, doet de privérijder Koopman het uitstekend. Een 17e plaats is zijn deel, terwijl Spaan nog steeds rondrijdt in tweede positie. En het hele veld heeft moeten buigen voor deze Ramboni. Strak rijdend. En wat nu? Spaan in de pits. Hans Spaan laveert zijn motorfiets naar de pits. We zien daar Erik en Sam, zijn beide monteurs, onder de machine kruipen. Wat vreselijk triest is dit. Maar gebruikelijk bij sporten waarbij de mechanica een toch niet onbelangrijke rol spelen. En u zag daar het gebaar van Hans Spaan. Ach, laat maar. Teleurgesteld zwaaide hij met zijn rechterhand. Liet zijn machine aan monteur Erik. En het is uit. De droom van Assen 1990. Om de 60ste Grand Prix van Nederland op het TT-circuit in Assen in zijn voordeel te beslechten, is over. Hans Spaan is naar de pits, geveld door een technisch probleem. De uitval is het resultaat. Een enorme teleurstelling zonder enige twijfel voor Hans Spaan, maar natuurlijk ook voor die vele tienduizenden fans die voor hem naar Assen kwamen. En misschien ook wel een beetje voor ons allemaal. Maar ja, zo gaat dat bij technische sporten. Sporten waarin het mechaniek 50% tenminste van de prestaties uitmaakt. Het hoeft maar een boutje van een dubbeltje te zijn. Als die niet goed vastzit, is het einde theater. Ramboni dus aan de leiding voor Stadler, Casanova, Martinez, Gramini, Debia. Heinz Luthi is inmiddels de Zwitser wat opgeklommen. En Stefan Prijn heeft nog steeds zijn handen en voeten nodig om bij die grotere groep te blijven. Spaan is niet de enige die zich in de problemen weet. Snel rekenend zien we dan dat Ramboni en Stadler, die het zo goed doen, hier Stadler met startnummer 11 en Ramboni dus op de kop, dat die garen spinnen bij het uitvallen van Hans Spaan. Want die zullen Spaan daardoor minimaal naar de 7e plek verwijzen. En dat is bij mijn weten een plek die hij jarenlang in de 125 niet gehad heeft. Altijd rond de 3e plaats en dan vorig jaar eindelijk vice wereldkampioen achter Alex Grivillet. Een enorme teleurstelling voor het hele team. Een enorme teleurstelling voor Hans Spaan. Want laten we wel zijn, er waren nog 3 ronden te gaan. En dan verwacht je niet dat je zo moet afstappen. Maar er was zelfs geen twijfel over. Hij ging recht de pits in. De verschillen, 11 seconden maar liefst. Naar Adi Stadler, terwijl Jorge Martinez zich weer in het voorste gelid nestelt. En dat betekent dat hij toch ook nog plannen heeft om te proberen zo hoog mogelijk te scoren. Ramboni, een geweldige overwinnaar. Wie had van hem gehoord? Hij reed vorig jaar uiteindelijk op een 19e plaats in het wereldkampioenschap. Dan tel je dus niet echt mee. En nu in één keer naar de kop. En met de punten die hij hier zal verzamelen, zal hij opschuiven naar de 4e plaats. Opvallend is het missen van de beide Duitsers die het de laatste tijd zo goed doen. Waldman en ook de rijder die in het algemeen klassement op een 4e plaats staat. Dirk Raudies, hij staat op een 13e plek rijdt hij op dit moment. En Waldman zien we helemaal niet. De laatste weken zeer goed op dreef. Dat was misschien ook wel een steun voor Stefan Prijn. Die daardoor heel regelmatig scoorde, maar op dit moment genoegen moet nemen met een 7e plaats. Beste en enige Nederlander in deze koers dus, nog Hans Koopman. De dakdekker uit Heino, die zich inmiddels een 15e plaats heeft weten te bewerkstelligen.
Maar alle aandacht gaat natuurlijk uit naar het geweldige gevecht om de tweede, derde, vierde en vijfde plaats tussen de coureurs Stadler Martinez Casanova en Heinz Lüthi, die er inmiddels bij is. De Zwitser, die buiten zijn eigen land heeft moeten leren racen. In Zwitserland zijn snelheidscircuits nog steeds verboden. En Romboni kan niet veel meer gebeuren, alhoewel hij, ook hij natuurlijk geveld kan worden door pech. Zelfs in de laatste 6 kilometer die zojuist is aangevangen. Romboni, de laatste ronde is ingegaan. Het gevecht om de tweede plaats is spijkerhard. En daar schiet ineens vanuit een 6e positie Gramini naar voren. Gramini die de tweede plaats neemt en Jorge Martinez Aspar die probeert mee te komen met hem. En dat is heel verstandig, want een beetje hulp van het vacuüm achter de motorfiets, de slipstroom, is nooit weg. Opvallend, die Gramini met zijn Aprilia motor waar eigenlijk niemand veel geld voor geeft. En dat konden we ook zien in de stand tot nu toe. Maar nu blijkt er dan toch eindelijk een ideaal vermogen in die fiets te zitten, want het is dus heel knap om vanuit het niets dan toch naar die tweede plek te schuiven. Wij kijken naar Romboni die het gat steeds groter maakt. En constateren dan tegelijkertijd dat Loris Capirossi, de leider in de stand om de titel, is uitgevallen. Capirossi, pas 17 jaar oud, zal ook deze wedstrijd niet beëindigen. En dat betekent dat zijn punten totaal op 83 blijft staan. Maar Hans Spaan zit in de problemen. Dat mogen duidelijk zijn. Door zijn uitval halverwege dit seizoen zal het gedurende de rest van het seizoen, het tweede gedeelte dus, alleen nog maar goed mogen gaan. En daar is gegeven de technische prestaties, de prestaties van zijn machine, nogal wat twijfel bij. Kijk, die slimme Martinez. Heel rustig valt hij aan bij Gramini. Laat hem rechts binnen doorlopen op het aanrempunt. Sluit vervolgens bij alle rechterbochten de deur. De knie gaat naar buiten en dan zie je hoeveel ervaring die heeft, alleen hij natuurlijk wel in de baan moet blijven. Het gevecht gaat op het scherpst van de snede. Eén van de mannen kan het niet bijhouden. Het leek Gramini te zijn die op zijn rug van het asfalt moest vertrekken. En dat betekent dat Aspar Martinez bijna kan rekenen op een tweede plaats. De laatste honderden meters zijn ingegaan voor Romboni, die volstrekt onbedreigd naar de finish gaat. En een eerste Grand Prix overwinning behaald bij de 60ste Titi van Assen. Verdiend. Zonder enige twijfel. Maar dan het gevecht om de tweede, derde, vierde, vijfde, zesde en zevende plaats. En wie is het? Is het Martinez? Het gaat op de millimeter. Het is niet Martinez. Het is de heel slim strijdende Bruno Casanova die consolideert. En dat doet hij goed. Casanova die meedoet in de strijd om de wereldtitel die er in de trainingen bij was. Die nu op de laatste meters de tweede plaats pakt. Knap gestuurd van Bruno Casanova. Want wil je een ervaren rot als Jorge Martinez verslaan op de streep, dan moet je van goede huizen komen. En dat komt hij blijkbaar. In de herhaling. De laatste meters en het omvallen van de man die er de hele tijd bij was. Gramini. Dat gebeurt er als je iets te veel van je machine veegt. Als de machine uit balans is, dan val je uit de strijd. Romboni voor Casanova. Adi Stadler in 3e positie. Debia die zich dan toch nog naar een 4e plek manoeuvreert. En ervoor zorgt dat Jorge Martinez de waaier helemaal mist. En genoegen moet nemen met een 5e plaats. En Stefan Prein dan, hij is er toch wel weer bij in 6e positie. Maar kijk eens naar die 11 seconden die er achter de nummers 2 tot 6 staan. Er is natuurlijk iemand die garen spint. En misschien is Prein daarom wel zo rustig geweest. Want Prein neemt in ieder geval de 1e plaats in het algemeen klassement over. Omdat Capirossi er dus niet bij was. Die stopte. En het verschil tussen Prein en Capirossi slechts 3 punten was. Martinez doet het natuurlijk ook goed, maar komt op een, in ieder geval niet in de buurt van Stefan Prein. Dus in het Duitse kamp en in ieder geval toch vreugde. Knap van Romboni, die de Italiaanse vlag uit de toeschouwers heeft geplukt. Een gewoonte sinds zo'n 1,5 jaar. En daar heel tevreden mee rondrijdt. Hij pakt 20 punten. En stuurt alle anderen terug.
Bruno Casanova, zijn landgenoot, wordt tweede. Adi Stadler derde. Debia Martinez 4 en 5. En Stefan Prein pakt een zesde plaats. En dan natuurlijk de gekruiste vlaggen van alle baanposten en baancommissarissen. Ook dat is een goede gewoonte. En dan verliest de winnaar zijn nationale driekleur. Kijkt verbouwereerd achterom. En houdt een eenvoudig twijgje over. Op weg naar start en finish. Om daar gehuldigd te worden. Wat een teleurstelling voor Hans Spaan. En natuurlijk voor ons allemaal. Want als er voor iemand een overwinning ingezeten had, dan was het voor Spaan. Spaan die de techniek onder controle leek te hebben. Nadat hij een aantal weken ernstig kampte met vermogensverlies. Spaan die zelf techneut bij uitstek is, zijn eigen motoren prepareert, zelf een testbank thuis heeft en eigenlijk iedere dag weer met de techniek van zijn Honda-machine bezig is. En daarom ook zonder enige twijfel extra teleurgesteld zal zijn. Omdat Spaan, als de machine kapot gaat, als hij uitvalt, eigenlijk op twee plekken een teleurstelling moet verwerken. Als technicus en als coureur. We kijken naar Doriano Romboni. In mooie stijl. De winnaar van deze eerste openingskoers hier op de TT van Assen. Een mooie koers, dat mogen duidelijk zijn. Want ondanks het uitvallen van Hans Spaan lieten alle andere coureurs in deze 18 ronden durende race toch vuurwerk van de eerste orde zien. Waar is Hans Koopman? In de uitslag. Hij is toch nog gepasseerd in de voorlaatste ronde door Edwards en moet genoegen nemen met een 16e plaats. Maar voorwaar een hele behoorlijke prestatie voor de privérijder uit Heino, die het echt allemaal helemaal zelf moet doen.